gaan we doen, Bart? We zijn onderweg naar Den Haag. Den Haag? Den Haag, ja. Omdat we onderweg zijn naar Paul Bergen. Wie is Paul Bergen? Paul Bergen is een, zolang ik eigenlijk me kan herinneren, een fotograaf. En ik ken hem vooral van zijn popmuziek, fotografie. En waarom gaan we Paul Bergen zoetje brengen? Omdat hij A, 60 jaar is geworden. En B, 30 jaar in het vak zit. En daar, na 30 jaar denk ik wel dat je het een en ander te vertellen hebt. Dus daar ga ik wel vanuit. Nou, dan gaan we nu naartoe. Vroeger kocht ik een kaartje voor een concert en dan bij de toegift liep ik met, mocht je gewoon je camera meenemen. Ik leef over een deel uit mijn archief, weet je wel. Ik denk niet dat ik ooit ga zeggen van, ik vind er niks meer aan. Dat is, ik kan me dat niet voorstellen dat die dag komt. Maar toen kwam die inderdaad, Kurt Cobain. Dat duurde een halve minuut. Dus ik zal niet zo gauw mijn foto's aanbieden bij een muziek aan het oor, omdat die niet betalen. Zo'n Beyoncé, weet je, die kunnen we niet meer fotograferen, maar ze mag me altijd bellen.